Ik, toen ik kleuter was, een paar jaar geleden, hè, wilde ik eigenlijk graag dierenarts worden. Dat was mijn kinderdroom. Maar ik kon niet tegen bloed. Kan jij mij daarbij helpen? Lieve Wim. Wimbo. Mag ik Wimbo zeggen? Ja. Liever niet, maar... Of Wimpy? Oké. Okay. Enfin, lieve Wim. Ik ga opnieuw beginnen. Lieve Wim. Ik zie er misschien heel beschaafd uit en intelligent. En misschien een beetje als een soort groezelig lammetje of zo. Maar diep van binnen ben ik echt een beest. En ik wil heel graag mijn lichaam ter uw beschikking stellen. En dan mogen jij daar doktorke mee spelen. En ik wil onmiddellijk ook al een paar misverstanden de wereld uit helpen. Je zult zien als je over mijn wilde corpus, als je die exploreert, ga je zien dat ik eigenlijk een derde tepeltje heb. Die zit hier, vanachter. En ik wil, haal die niet weg. Alsjeblieft, verwijder die niet. Als ik op dat tepeltje, als ik daar aankom, dat is mijn genotstepeltje, Wim. Als ik daar over wrijf, dan, ja, dat is echt maar... Dus laat die alsjeblieft zitten. Wat je dan moet doen, is als je dan toch overal passeert, is even halt houden bij mijn hart. Want ik moet zeggen, sinds het begin van deze uitzending begint mijn hart sneller en sneller te kloppen. Oh. Ik ben er nog niet helemaal uit of dat uit... Allee, ja, ja. Spanning is of uit angst. Maar...